ik nu heb gedaan is volgens mij wat jullie hopelijk ook gedaan hebben. Ik heb hier de elementen onder elkaar met atoomnummer 1 tot en met 20. En ik heb van 1 tot en met 20 elektronen toegekend aan die elementen die we hadden opgeschreven. Ja, zoals bijvoorbeeld een neon heeft 10, atoomnummer 10, dus 10 protonen. Dan moet ik 10 elektronen in die elektronenschillen zetten. Dan passen er 2 in de K-schil, dan passen er 8 in de L-schil. Dan ben ik op 10 en dan ben ik klaar. Dus er zitten geen elektronen in mijn M of in mijn N-schil. Wat heb ik gedaan? Ik heb waterstof ben ik mee begonnen, helium en de volgende rij. En wat ik zou kunnen doen is hier de K-schil aan deze periodes toekennen. En de L, M en N. Dit zegt iets over waar in mijn periodiek systeem deze elementen zijn gezet. Bijvoorbeeld deze elementen, waterstof, lithium, natrium en kalium, die hebben allemaal in hun buitenste schil maar 1 elektron zitten. Waterstof in de K-schil, lithium in de L-schil, natrium in de M-schil en kalium hieronder in de N-schil. Er zijn meer schillen, maar we houden het even simpel. Het periodiek systeem is ook groter dan dit, maar ik hou het even eenvoudig. Dus hier, groep 1 en groep 2, 1 of 2 elektronen in de buitenste schil. Aan de andere kant van het periodiek systeem, en ik laat het hele middenstuk laat ik er even uit. Ja, je ziet dat hieronder zit een heel groot middenstuk, dat heb ik eruit gelaten. Dan is dit is groep 18, 17, 16, 15, 14, 13. Dus dat tussenliggende stuk heb ik eruit gelaten. Maar hier zie je dus helium. Is de laatste elektronenschil is helemaal gevuld. Helium, 2. Dus de K-schil, er passen er maar 2, die is gevuld. En er zit de nieuwe schil die daar buiten zit, die is leeg. En zo is helium, is het buitenste schil gevuld. 2. Wanneer is de L-schil gevuld? Nou, dat moet dan met neon zijn. En ja hoor, neon, de buitenste schil, heeft gevuld. Argon staat ook nog in mijn rij, ja. Daar is iets raars mee aan de hand. Wat is er nu aan de hand? Argon heeft er wel 8 in de M-schil zitten, maar dan passen er 18 in. Maar wat er aan de hand is, is dat na argon, bijvoorbeeld bij kalium en bij calcium, zie je dat we wel de nieuwe schil aanboren. En dit is, vanaf hier wordt het periodiek systeem wordt een stuk complexer en een stuk lastiger, want vanaf hier zo, deze periode, de vierde periode, houdt het periodiek systeem niet meer aan de voorwaarden die we net hebben gebruikt om dit te vullen. Dus vanaf kalium en calcium, dan krijg je dat een nieuwe elektronenschil wordt aangeboord. Ja, dan zitten er bij kalium 1 en bij calcium zitten er 2 in de N-schil, terwijl de M-schil, daar zitten er maar 8 in. En die kan er 18 hebben. Dat maakt het wat complexer. Daarom wil ik even op deze onderste rij die ik hier als onderste periode wil ik hier niet op ingaan, maar het bovenste laat wel heel mooi het systeem van het periodiek systeem zien. Tot zover dus een basisprincipe van het periodiek systeem. En waarom is dit nou belangrijk voor scheikunde? Nou, scheikunde is eigenlijk kijken wat er met die stoffen en met die elektronen gebeurt. Dus elementen die dezelfde elektronenconfiguratie hebben, en dan met name in de buitenste schil, die reageren op een soortgelijke manier. En daarom staan ze dus onder elkaar. De nieuwe schil, waar maar 1 elektron in zit, die stoffen reageren allemaal ongeveer op dezelfde manier. En daarom worden ze onder elkaar gezet. En dat hebben we dus op deze manier, hebben we dat voor dat beperkte deel van het periodiek systeem, hebben we dat gedaan. Veel succes!